Voor het geval het wel mooi weer is, waar ik eigenlijk van uitga, heb ik even een kleine verzameling gemaakt. Zomaar even om me heen gepakt thuis. Van dingetjes die je mee zou kunnen nemen. Waar je aan denkt, wat je graag zou willen doen met iemand met dementie. Drink jij samen een kopje koffie of eet je een taartje? Nou, dan neem je toch een taartschep mee. Denk je aan wandelen? Zou je dat graag doen of doe je dat graag? Nou, neem je wandelstok mee. Gewoon een krantje lezen, tuurlijk, hoort er ook bij. Of het fotoalbum kijken, foto's van vroeger. Puzzelen, altijd goed. Neem een puzzeldoos mee. Praat je graag over zeilen of heb je misschien een leuke auto waarin je mee wilt rijden? Kan ook. En wat denk je van tennissen? Als je altijd fanatiek tennist. Hier, ik heb hier nog een nostalgisch racket wat zelfs nog voor mijn moeder is geweest. Hoe leuk is dat? Picknicken, als je dat leuk vindt, neem je picknickmand mee. Rummy Cup is de topper hè, in het huis voor mensen met dementie. In de beginnende fase om dat nog samen te spelen. We hebben een vrijwilliger gehad die het zelfs schaakles gehad. Dus wellicht kun je wat schaakstukken meenemen als die jou dat trekt. Fotografie is ook leuk om daarover te praten. Of misschien heb je als hobby oude scooters. En vindt jouw bewoner dat ook leuk. Of wat dacht je ervan om de hond mee te nemen? Of deze. Of gewoon een echte die daar ligt. Kan ook. Zijn halsband ligt al klaar. Maar misschien pluk je wel ook gewoon een bloemetje graag met jouw bewoner. Dat mag ook. Dus denk eens na wat je mee zou kunnen nemen. En alsjeblieft, het zou heel leuk zijn. Onze filmmaker die zoomt in op die attributen. En laat dat dan graag zien. Dat brengt me op het volgende punt. Iedereen die meedoet, ga ik vanuit dat hij zijn toestemming verleent om in beeld te komen uiteraard. Want anders loop je niet mee, lijkt me.